En dan heb je hier het tweede gerechtje. Lekker veel peulvruchten, heel gezond en dus maar 1 euro. Het is ongelooflijk, maar waar. Hallo mooie mensen en welkom bij een nieuwe video. Voor als je nieuw bent, mijn naam is Kushi en ik vind het heel leuk dat je er vandaag bij bent. In deze video ga ik twee verschillende veganistische recepten maken, die allebei heel goedkoop zijn. Want veganistisch eten hoeft helemaal niet duur te zijn. En ik begin gelijk met de eerste. Maar allereerst zet ik een heerlijke tune op. Dansen brengt namelijk veel meer liefde in het eten, plus je hebt ook nog eens veel meer fun tijdens het koken. Ik begin met het snijden van de ui en knoflook. Dit is een goede basis voor eigenlijk ieder gerecht. Een andere goede basis is een dansje doen. Let's go! Hey! Maar zoals ik zei, knoflook en ui is een hele goede basis. Plus, het is ook nog eens heel goedkoop. Je kan dit namelijk in bulk kopen, dus omgerekend kost het dan bijna niets. Daarnaast smaken gerechten er 10 keer beter door. Een ding wat ik heel vaak had in Ghana was plantain. En ik vind dit zo ontzettend lekker. Het is natuurlijk zoet en je raakt er goed vol van. Ik snijd de plantain schuin omdat ik het eigenlijk gewoon lekker vind om te eten zo. Dat is de enige reden. En dan ga ik naar de pan. Ik doe de ui en knoflook in de pan en laat dit fruiten totdat het glazig wordt. Terwijl de ui en knoflook aan het bakken zijn, was ik de rijst met koud water en laat deze koken op medium heat. En dan doe ik er nog wat zout bij. Ondertussen zijn de ui en knoflook glazig geworden en doe ik de zwarte bonen erbij. Ik gebruik ongeveer 1/3 van het blik en dat is omgerekend misschien iets van 150 gram. En dan doe ik ook de seasoning erbij. Ik gebruik zelf Ras El Hanout. Als ik het goed uitspreek. Maar je mag helemaal zelf weten wat voor seasoning je gebruikt. En of je het überhaupt doet. Je kan er ook gewoon zout overheen doen. En the next thing on the list is plantain. Ik gebruik een grillpan. Maar je kan ook gewoon een gewone pan gebruiken. En nu is eigenlijk de tijd om eventjes te wachten. De bonen zijn aan het sudderen, de rijst is even aan het koken. Ik draai de bananen om en dan laat ik ze ook weer even bakken. Net voordat alles klaar is, doe ik de spinazie in het mengsel. Ik wil namelijk echt nog een stukje groen op mijn bord hebben. Maar goed, als de spinazie erbij is, dan laat ik alles nog even staan op zacht vuur. En dan is het eigenlijk tijd om het bord op te dekken. Toen ik dit aan het opdekken was, dacht ik, oeh, dit is eigenlijk best wel veel. Dus je kan makkelijk veel minder op je bord doen. En dan heb je ook nog iets over voor de lunch van morgen. Om het geheel nog af te maken, doe ik de plantain erbij. En dan is het tijd om te eten. Lekker! Ook bij dit gerecht begin ik weer met de ui en knoflook. Ook deze snij ik allebei fijn. Daarnaast gebruik ik voor dit recept ook champignons. Als je mij al langer kent, dan weet je dat ik echt van champignons houd. Voor dit recept gebruik ik kastanje champignons, maar zou je nog goedkoper willen gaan, dan kan je ook voor witte champignons kiezen. Ik snij ze maximaal in 3 stukken, zodat er nog een bijt overblijft.
Ook nu was ik de rijst weer en dit keer heb ik gekozen voor zilvervliesrijst. En ook gelijk een beetje zout erbij. Inmiddels is de pan olie heet geworden en doe ik de ui en knoflook erin. Ook nu fruit ik het weer totdat ze glazig worden. Daarnaast heb ik een pan met water laten koken. Deze ga ik gebruiken voor de linzen. Ik heb de ui een beetje crunchier laten worden dan dat de bedoeling was. Oeps. Maar nu doe ik ook de champignons erbij, de kikkererwten en de pesto. En ik gebruik ongeveer 1/3 van het potje. Dus dat zijn ongeveer 3 schepjes. Inmiddels zijn de linzen gekookt en is het tijd om deze af te gieten. En daarna bij het mengsel te doen. En nu is het eigenlijk alweer klaar. Tijd om op te dekken. Ik kwam erachter dat ik alsnog best wel veel had gemaakt. Dus ik eet vandaag de helft en de rest is voor morgen. En dan heb je hier het tweede gerechtje. Lekker veel peulvruchten, heel gezond en dus maar 1 euro. Het is ongelooflijk, maar waar. En dat waren dan alweer de heerlijke twee gerechten. Je kan ervoor kiezen om er bijvoorbeeld nog wat avocado bij te doen. Of misschien heb je wel wat budget voor wat veganistisch vlees. Dat kan er natuurlijk ook allemaal bij. Maar deze video was vooral gericht op een goedkope, maar toch gezonde maaltijd maken. Dus vandaar dat ik het zo heb gehouden. Mocht je deze gerechtjes namaken, dan hoop ik dat je net zoals mij lekker muziek op doet, lekker gaat dansen en er gewoon een feestje van maakt. Mocht je dit gerechtje ook namaken, vergeet me dan alsjeblieft niet te taggen in je creatie. Ik vind het namelijk super leuk om te zien wat jullie ervan maken. Vergeet de video overigens ook niet te liken. En mocht je de video tot hier hebben gekeken, dan kan je net zo goed abonneren. Als het goed is, dan is er een hele grote rode knop. Druk daarop. Druk tegelijk ook even op het bel-icoon. Dan krijg je elke keer een notificatie als ik een nieuwe video post. En bovendien is het helemaal gratis. Dus ga je gaan. Oké, dan wil ik je nogmaals hartelijk bedanken voor het kijken. Wens ik je nog een hele fijne week. En dan zie ik je volgende week weer. Doei!